En hij heet nog Flappy ook. Ja. Voor de barbecue. Ik heb Flappy daar een team. Ja? Ja, heb ik. Maar ik heb ook een zoon. Ja, is het niet idyllisch, man? Eens kijken hoe leuk. Oh, die huis staat tussen de auto's en dan de trein. Meneer Van Marum had hem ontworpen, de directeur. De architect van de Ovarenzaal meubel ontworpen, Viervan heette die. En de Engelsman Cuthbertson die bouwde hem. Dat was dus industriële vormgeving avant la lettre. Nou, er is een keuken geweest. En het wijkt twee dingen. Wel zo, dames, dat je op een gegeven moment. Hier wordt alles beschreven wat er gedaan is. Op een gegeven moment vonden we een briefje. Dat heb ik over eind 1800 dames wel toegestaan in de bibliotheek, tussen haakjes, liefst na sluitingstijd. Oh. Erg. Zo was dat gewoon. Dat is dus leuk veranderd. Hè? Nou, de boeken die we hebben is gewoon maar, iedere twee jaar komen er 10 toonboeken, heette dat. Als u geweest bent, gaan ze weer terug in de kast. Zwaar goed vergrendeld en in het donker. En na twee jaar worden ze goed gerestaureerd. Om voor de volgende generatie. Alsof ze een lichte massage krijgen. Maar kijk, de hele huid ligt er al. Toch een mooi kapseltje daarboven. Ja, om het ook zo weer te geven, dat is toch geweldig. En dat kerken op moesten houden, zeggen dat zij de enige bron van kennis waren. En dat, voor ons is dat zo normaal. Als je met kinderen praat, is het toch normaal, dat zoek je toch op internet. Maar de tijd dat wij vrouwen totaal niet aan te pas kwamen. En dat voor een hele groep mensen kennis ver weg was. En op deze manier er een verlichte samenleving kon ontstaan. Dat zijn die prachtige encyclopedieën. Dus worden weergegeven. En als je daar dan naar kijkt. Dat is overigens ook al zo als je in die bib werkt een aantal jaren. Er was altijd oorlog. Ook in Nederland, ook met Nederland. Wij denken altijd, nou vroeger was het beter. Nee, er was altijd oorlog. En je beseft ook. Dat ook de mensen die hier door de eeuwen heen gewerkt hebben, de moed om steeds maar weer te proberen. De moed om met zo'n schip te vertrekken, de wereld te gaan ontdekken. Moet kijken hoe ze erbij zitten. Als je dat nu ziet hoe die marineschepen eruit zien. Maar wat we ook ontdekken, is dat een heleboel beesten er niet meer zijn. Deze bibliotheek laat ook vaak zien wat er uitgestorven is. Wie van u is er wel... Nou, u bent allemaal wel naar de Chinees geweest natuurlijk, maar ook wel eens in China geweest. En wat valt u dan op? Ja, terug. Nou, wat valt u op? Ik hoef het niet meteen te zeggen. Ik moet het niet meteen zeggen. Ik mag hier niet op leunen, want ik zeg het. Een expert, hè? Er komt een Chinoloog. Dat weet ik niet. Er zijn wel geen Chinese gezichten. Juist! Er zijn helemaal geen Chinese gezichten. Ja, nou, de straffen zijn het omdraaien van de oren. Dat denk ik bij de kinderen. Van kinderen ook al. Dat is precies de jaartallen, maar het is eind 1700 dat John James Audubon in Amerika 20 jaar lang door dat land trekt. En ze hebben dan niet dubbele verrekijkers, maar alleen maar van die stethoscopen. Hij schiet al duizenden vogels neer, want hij wil alle vogels die er in Amerika zijn precies weergeven. Hoe ze leven, waar ze van eten, hoe hun habitat eruit ziet. En dan moet je er een heleboel van neerschieten, dan moet je ze ook opeten, kijken of ze smakelijk zijn. En al die metingen te doen, en als ze de top bereiken, de saussure is dan kotsmisselijk, maar toch nog die top meenemen. En het museum vond dat van zo'n belang, dat ze niet alleen die top aanschaffen, maar alles wat er over gedrukt wordt, de boeken. En ook, er staat ook een geweldige maquette die gemaakt is van die tocht, dan zie je hem helemaal op de rode stippeltjes lopen. Dat was de wereld ontdekken, en dat wilden we hier in huis hebben. Dus daar nog te bouwen dat je die hele zware oceaan in ieder geval. Ja. En tegenwoordig vind ik het nog verpand dat het gewicht van een vliegtuig
Vliegt, ik ook, ja precies. Ja. Of dat een boot, ja. Ja, dat is zo. Dat zie je dus ook in die marineboeken. Denk je, hoe is het mogelijk? Hoe durfden ze het? Ja, dat blijft zo. Schatten achter Nederlandse voordeuren. Van het Zeeuwse kwakkel tot aan het Noord-Hollandse tjallewal korsen we af op gouden personages, juweeltjes van verhalen en parels van wijsheden. Vandaag belanden we in... Ik vond dat Tijlenmuseum vond ik echt fantastisch. Ja, toch? Ja, echt ontzettend leuk. Ik ga daar zeker nog even ga ik studeren wat ik eigenlijk beleefd heb vanmiddag. Ja. Tijlen is zo leuk, zeg maar.